Hey, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe uitzending van Keepers Handschoenen TV. Zoals jullie misschien al kunnen zien, zijn we hier in het Krasstadion in Volendam. Kan misschien af en toe een beetje winderig klinken, maar ja, dat is Volendam. Daar is altijd wind. We zijn hier vandaag om een leuke challenge en een interview te gaan houden met Hobie Verhulst, eerste keeper van Volendam. En dan gaan we hem... Nee, dat is niet goed. We zijn hier dus in het stadion van FC Volendam om een interviewtje en een heel leuk spelletje met Hobie Verhulst, eerste doelman van FC Volendam, te gaan houden. Voor ons wel hartstikke tof dat we hier in Volendam zijn. Robin, onze cameraman, en ik, allebei jaren hier gevoetbald. Ons bedrijf keepershandschoenen.nl zit hier gevestigd en wij sponsoren de hele jeugdopleiding. Dus ik zou zeggen, loop even mee, dan gaan we Hobie er eventjes bij halen. Ben je er klaar om even een spelletje te gaan spelen? Ja, we gaan een topnotering neerzetten en ik heb er zin in. Ja, top. Maar één ding, vriend, je ziet er top uit, maar in deze kleding gaat dat niet lukken, hè? Nee, ik ga snel omkleden. Ja. Dan zie ik je zo. Top, kom, zie je zo, man. Yo. Die gozer lang werk, man. Die zijn al 20 minuten binnen. Zijn haar nog kammen of zo. Ja, zeker weten. Klaar voor. Zin in een nieuwe competitie. En, we zijn er klaar voor. Ja, klote voor die pink er maar tussendoor. Hè? Ja, ja. Vinger uit de kom. Pink uit de kom. Op de training wil ik duiken. En pink blijft hangen in het gras. En die gaat uit de kom. Dus dat is een kleine tegenvaller. Maar het valt allemaal reuze mee. Er zitten geen breukjes in. En het is allemaal goed gezet. Dus ik ben heel snel weer fit. Dus als het goed is, ben ik voor de competitiestap weer fit. Ik denk een belangrijke vraag ook voor iedereen die een beetje kijkt. Kunstgras is natuurlijk een heel zwaar discussiepunt omtrent slijtage van handschoenen. Wat jij kiept met handschoenen van? RWLK. Dat is een nieuw merk van Ronald Waterreus. Yeah. Die hebben dit opgestart. En ik ben vanaf het begin af aan bij keep ik met deze handschoenen. En ik ben er erg tevreden mee. Ja. Dus, ja. Voor degenen die niet weten wie Ronald Waterreus is, hier even een kleine introductie. Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald Koeman! Dat was even de misser. Dames en heren, sinds 1994 bij PSV, Ronald Waterreus! Top man, en jij kiept met een platte vinger, zien we. Ja, ik kiep met een platte vinger aan de binnenkant. En ik heb dat altijd gedaan en ik doe dat nog steeds. En ik heb getwijfeld om wat anders te doen, maar ik ben nog steeds tevreden over de platte vinger en daar blijf ik bij. Ja, als je tevreden bent, moet je niet overstappen. Hè? Nee, zeker weten. Hey, en hoe zit het met deze handschoenen qua slijtage op kunstgras? Sowieso maakt niet uit met welke handschoen, die slijt iets sneller met kunstgras. Maar daarom zeg ik vooral die handschoenen nat houden. En je hebt natuurlijk ook speciale handschoenen voor kunstgras. Ja, ik denk vooral nat houden en ze goed behandelen, goed schoonmaken na de training. Als het goed is daar ook een video bij jullie kanaal bekend het schoonmaken van de keepershandschoenen. Absoluut. Dus dat is een goede aanrader om het zo te doen. Zo doe ik het ook altijd. En hey, hoe ben je er zo op gekomen om te gaan keepen? Ja, hoe ben ik erop gekomen bij te keepen? Ja, ze zeggen wel eens, keepers zijn een beetje gek. Dat klopt. Mijn vader zei, wil je keepen? Nou, ga maar keepen. Tuurlijk, ja, geen probleem. Mijn vader heeft altijd gevoetbald. Dus ik ging keepen in het jongste elftalletje bij KFC in Koog aan de Zaan. Ja, en, ken ik. Ik begon daar met keepen en de allereerste wedstrijd speelde ik. En we verliezen met 21-0. En ik kom het veld af, dus mijn vader dacht, nou ja, die gaat nooit meer keepen. En ik kwam het veld blij af en ik zeg, volgende week ga ik weer keepen. Dus ja, ik weet niet waarom, maar ik vond keepen gewoon alles. En... Zal ik je eens wat vertellen? Heb ik precies hetzelfde gehad. Ja? Ik had alleen 14-0, maar ja, 21-0. Precies hetzelfde. Ja, ja. Ben je van KFC rechtstreeks naar AZ gegaan? Ja, ik heb bij KFC vanaf de E1 ben ik naar de D1 in bij AZ gegaan. Ja. Bij AZ heb ik de hele jeugdopleiding doorlopen. Het eerste helftal gehaald en daar altijd zeg maar derde keeper geweest, af en toe tweede keeper. En nu op dit moment ben ik gewoon. Ja, ik heb alle nationale jeugdelftallen van onder 15 tot en met onder 21 doorlopen. En tientallen interlands gespeeld. Ja jongens, staat hier niet zomaar in, want deze jongen die heeft gewoon alle nationale teams doorlopen vanaf de onder? Onder 15 tot onder 21. Zo, top man, helemaal super. Hey, en wie was jouw voorbeeld altijd? Ja, mijn grootste voorbeeld was altijd Edwin van der Sar. Ja, dan kijk ik daar, dat is de meest complete keeper denk ik die ik
kent. En ja, dat is echt mijn grote voorbeeld. En op dit moment haal ik heel veel inspiratie uit Buffon. Die vind ik op dit moment echt een topkeeper. Daar heb ik je mening in, absoluut. Ja, ja, alles is Neuer, maar ik ben ook Buffon. En ja, tuurlijk, Neuer is ook een wereldkeeper en er zijn veel meer die echt supergoed zijn. Oblak is op dit moment supergoed, Neuer en De Gea natuurlijk en iedereen. Alleen, ja, ik ben wel echt fan van Buffon, ook de manier hoe hij zich uit. En dat vind ik mooi om te zien. Wij horen heel vaak ook via keepershandschoenen.nl krijgen we vraag naar bescherming. Kunstgras is natuurlijk ook voor keepers lastig om jezelf goed te beschermen. Je hebt gewoon heel erg veel last natuurlijk van vallen, veld is wat harder, stroever. Wat gebruik jij daarvoor? Ja, inderdaad. Ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf te beschermen. En is het niet op korte termijn, dan wel voor de langere termijn. Ja. Voor je heupen, voor je armen, ellebogen. En ik heb op dit moment beschermende onderkleding aan. En ik heb op dit moment de Storelli ondershirt aan. En die zit echt goed. En daar ben ik erg tevreden mee. En de broeken van de onderbroek met de kussens erop. Dus je moet jezelf erg goed beschermen. Vooral op kunstgras en in de wintermaanden ook op grasvelden. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, nou, ik kan het beamen. Ik heb zelf dat ik in het Nederlands team in de zaal kwam. Zijn die oud international, die zijn tegen mij, wat je ook doet, bescherm goed je ellebogen, je knieën, je heupen. Ja. Want in lange termijn wat aan. En ik heb 15 jaar in de Eredivisie gekiept. En ik eerlijk gezegd nooit last van blessures gehad. Nee, inderdaad. Gewoon altijd goed beschermen. Kaas. Oké, ben je klaar voor de challenge? Ja, we zijn er klaar voor. Oké. Ik zal de regels even uitleggen. Het is vrij simpel. Je ziet daar het goedje in. We noemen het Shoot It In The Hole. Oké. Dat is de naam van het spelletje. Ja. Wat de bedoeling is, jij mag kiezen tussen een trap van de grond, een trap uit je handen of een worp. Die kant op. Daarna in zo min mogelijk beurten met je voeten de bal erin spelen. Dat is uitslag 1. Daarna ga je het nog een keer doen. Dan moet je verplicht één keer gooien, verplicht één keer trappen en verplicht één keer vanaf de grond trappen. Waar die dan ligt, die meter stellen we bij elkaar op en dat wordt je uitslag. Duidelijk. Is die duidelijk? Ja. Gaan we beginnen. Ja, de eerste die ga ik voor de grond en dan ga ik met mijn voet verder. De tweede die moet ik nog even tactisch overladen. Ja. Wat tactisch is. We zijn benieuwd, jongen. Tactische trap. En nu moet hij wel stoppen. Ja. Ah. Oh. Ik vind hem heel knap, hoor. Nee, ik... André. Zo, netjes. Dit is niet slecht. Ja, hij is toch een mooi afstandje. Ja. Maar niet voor jij, want ik heb ze eerder zien staan. Ja, vooral. We hebben een paar keer eraf rollen. Drie, vier keer ernaast gaan. Ja. Oké. Oh! Veel te hard ook. We moeten het tactisch doen. Ja. Kijk, dat is beter. Dan ligt je in de buurt. Vijf stuks. Netjes. Vind je het verkeerd? Had beter verkeerd. Ja, maar wat niet mee eigenlijk, hè? Ah, eigenlijk was het toch wel lastiger dan ik dacht. Ja. Dat hij net er overheen rolt. Ja, je begon top, maar ja, daarna heb je verplicht erbij zitten. Maar goed, nu, tweede ronde. Verplichte worp, verplichte trap uit je handen en verplichte trap vanaf de grond. Ja, dat is het. Ik ben benieuwd. Ik ook. Laten we zien.
tijd staat. 5 beurten en 1 meter. Ja. Nou, dat zal moeilijk zijn om te overtreffen, denk ik. Ja, ik ben niet helemaal tevreden, maar vooral voor de eerste week natuurlijk. Nou, we hebben als afsluiting nog een hele leuke prijsvraag, waar je een hele leuke prijs mee kan winnen, namelijk de gedragen wedstrijdhandschoenen van Hobby Verhuls. Maar daar moet je wel even wat voor doen. Dus Hobby, wat wordt de vraag die ze moeten beantwoorden? Bij welke 3 profclubs heb ik gespeeld? Het was een hele leuke middag bij Hobby Verhulst. We hopen dat jullie het ook leuk hebben gevonden. Als jullie het nou leuk vonden, even duimpje omhoog bij dit filmpje. En uiteraard even abonneren, want we gaan nog veel meer van dit soort leuke filmpjes opnemen de komende periode.